Goeiedag. De maand april zit er bijna op. Het was een sombere maand in deze verwachting. De 30-daagse trendverwachting. Gaan we kijken of mei ander weer gaat brengen of dat we toch op de ingeslagen weg doorgaan. Ja, april 2023. Een sombere maand, een koude maand en ook een natte maand. April is nog niet helemaal voorbij, maar als we naar de verwachting kijken voor de komende dagen, dan zullen de cijfers niet echt gaan veranderen. En dat betekent bijvoorbeeld dat april 2023 ruim een graad kouder was dan het klimatologisch gemiddelde. En ook bijzonder nat. Er viel gemiddeld 80 mm tegenover 40 mm normaal. En wat de zonuren betreft, ook die vielen tegen. En daarom krijgt april 2023 ook het predicaat somber. Gaat het dan in mei veranderen? Nou, we gaan er naar kijken in deze trendverwachting. Een verwachting die we dus niet per dag het weerbeeld gaan tonen. Nee, we kijken gewoon wat doet de temperatuur en wat doet bijvoorbeeld de luchtdrukverdeling in deze periode. We beginnen met de weerkaarten van het Amerikaans model, want die laten mooi zien hoe de komende week gaat verlopen. Er is vrij veel eenduidigheid in de verschillende modellen, dus ik kan ook mooi dit model laten zien. En we zien in het weekend een hoge drukgebiedje boven Nederland. En dat hoge drukgebied dat wordt nog wat prominenter naarmate de week gaat vorderen. Met andere woorden, het wordt vrij rustig weer en het zal ook overwegend droog zijn, omdat storingen op afstand blijven. Aan het eind van de animatie zijn we aangekomen op vrijdagmiddag. Dan zien we heel duidelijk een hoge drukkern zo'n beetje boven Noorwegen en de Noordzee liggen. En wij hebben dan te maken met een noordoost tot oostelijke stroming. En dat maakt het qua temperatuur dan toch wel weer lastig. Want we komen een beetje op de scheiding te zitten van koude lucht en warme lucht. En er is dan ook veel onzekerheid in de pluim te zien qua temperatuur. Want houdt de wind een beetje die noordoostelijke koers, ja, dan zit je toch echt wel met wat lagere temperaturen. Kan die wind wat meer doordraaien naar oost of zelfs zuidoost, dan kan de lucht wat warmer gaan worden. Wat ook vrij duidelijk is, is dat dit hoge drukgebied niet langer stand gaat houden. Want in de loop van het weekeinde trekt dat weg naar het zuidoosten. En daardoor kunnen depressies vanuit het westen terrein winnen. En dat betekent dat we in de tweede week van mei ook te maken gaan krijgen met een westcirculatie en wisselvallig weer. Nou, eerst nog maar eens even naar die luchtdrukafwijking voor de komende week, 1 tot en met 8 mei. Heel duidelijk dat hoge drukpatroon in een band, als het ware, vanaf Groenland richting de Benelux en dan zo dieper Europa in. Dat zorgt ervoor dat de depressies in ieder geval op afstand worden gehouden. Die temperatuurscheiding waar ik het over had, kunnen we ook mooi zien in de temperatuurafwijkingskaart voor 1 tot 8 mei. We zien die koude lucht in het noordoosten en oosten van Europa en de warme lucht in het zuiden van Europa. En wij zitten een beetje op die grens van koude lucht en warme lucht. Als dit wat doorschuift, dan hebben we toch echt wel een te koude week. Komt dit wat dichterbij, dan kan het vooral in het zuiden echt wel wat warmer worden. In Zuid-Europa, daar zien we nog steeds de hoogste temperaturen. Afgelopen week werd daar een nieuw record gevestigd voor april, het Europees record. Nog nooit werd er zo'n hoge temperatuur gemeten in delen van Spanje. Ruim 38 graden. En dat is bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. Nou goed, bij ons geen 38 graden. Wij zitten volgende week toch wel weer rond die normaal van zo'n 15, 16 graden, denk ik. Met misschien in het zuiden af en toe een uitschieter. Wat wel duidelijk is, is dat het een droge week gaat worden. Een droger dan normaal week, laat ik het zomaar omschrijven. En dat komt natuurlijk door die invloed van het hoge drukgebied. We zien hier ook die wat rode tinten. Maar ik gaf al aan dat dat gaat veranderen in de tweede week van mei, want dan krijgen we weer een westcirculatie. Kunnen we hier ook wel mooi zien. De druk boven de oceaan die zal lager zijn dan gebruikelijk. En dat betekent dat je toch hier west-zuidwestelijke stromingen gaat krijgen. En met zo'n stroming krijg je toch ook vaak storingen vanaf de Atlantische Oceaan. En dat betekent wisselvallig weer. En daar ga ik dan ook van uit in de periode 8 tot en met 15 mei. Qua temperatuur, nou misschien iets warmer dan gebruikelijk met die zuidweststroming. Dat is natuurlijk niet helemaal uitgesloten. Maar als we naar neerslag gaan kijken, ja, dan zien we wel dat het een wat nattere periode moet gaan worden. Duidelijk die groene tinten boven het westen van Europa. En dat betekent waarschijnlijk echt wel een wisselvallige week. Maar wat
gaat er dan daarna gebeuren? Het model is daar niet duidelijk in. We kunnen daar niet heel veel van zeggen. Ik heb hier nog even een temperatuurkaart voor de laatste week van mei. Dan zien we geen afwijking van betekenis in de temperatuur. En dat is ook wel te verklaren, want als we naar de scenario's gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk in de tweede helft van mei, zoals het er nu naar uitziet, van alles mogelijk is. En dat we daar geen concrete uitspraken over kunnen gaan doen. Wel over die eerste twee weken, want in die eerste week zien we veel van dat paars. Dat betekent echt wel hoge drukinvloeden. Nou, dat zagen we in de weerkaart ook mooi terug. En in de tweede week komt dan dat blauw erbij. En dat blauw, dat wordt zelfs dominant. En dat is echt die westcirculatie. En later in de periode, ja, dan kan het toch eigenlijk wel alle kanten op. Misschien dat we wat meer weer naar hoge drukinvloeden gaan, waardoor het weerbeeld rustiger gaat worden. Ik durf daar nu nog geen harde uitspraken over te doen. En daarom heb ik het als volgt samengevat. De eerste week van mei, die ziet er echt wel droger uit. Qua temperatuur is er wel wat speling. En de tweede week van mei, die ziet er echt weer wat natter uit. Maar waarschijnlijk wel iets zachter. En daarna geen duidelijk beeld. Maar één ding vind ik wel vrij duidelijk in deze kaarten. Een signaal naar veel warmer weer, dat zit er voorlopig nog niet in. Fijne dag.